Bert, wat heeft Lucas met het shirtje gedaan? Nou, direct opgehangen en ingelijst op zijn kamer. Fantastisch shirtje. En mijn eerste twee likes heb ik van... Geleid, van Houtboelens. En een beetje... Boys! Oh nee! Wat oh nee? Welke oh nee? Hey Lucas, wat heb je gedaan met het shirtje dan? Opgehangen. Lekker man. En wat zeggen we dan, boys? Ciao! Wat? Met z'n allen? Ciao! Klasse! Het is trouwens een nieuwe vlog. Dag mensen, bedankt voor het liken, abonneren, delen, alles voor het kijken. Nou, ik ben natuurlijk weer op de club woensdag training en we gaan weer lekker werken naar zaterdag toe, of niet Hansi? Zeker weten, en zaterdag weer een winst boeken. Lekker jongen. Yo. Mensen, dit is Wim. Wim zit bij ons in het bestuur. Ja, nog wel. En nog. Ga je stoppen, Wim? Nee. Oh, ik wil net zeggen. Nee. Je gaat toch de echte spot, Wim, man, toch? Ik ga gewoon door. Dat dacht ik. Ja. En Wim, je doet toch ook wat bij de KNVB? Gedaan. Sinds gedaan. Vorig jaar niet meer. Oh, echt waar? Ben je gestopt? Gepensioneerd? Ja, gestopt. Ja. Wat deed je bij de KNVB dan? Arbitrage. Echt waar? Als je bent van de scheidsrechters? Juist. Scheids, rode kaart! Ja, dat soort dingen. Ja. Hey, maar wat vind je van Nijhuis dan? Dat hij het allemaal door laat spelen? Goed? Je moet het niet overdrijven, maar je moet natuurlijk wel in het gevoel in zijn wedstrijd leggen, hè, zeg ik altijd maar. En doet hij dat een beetje goed? Ja, doet hij goed. Nou, is tevreden over Nijhuis? Ja. Ja, vast omdat hij uit Twente komt, hè Wim? Ook dat. Maar hij is ook goed. Dat klopt. Ja. Hey man, dat was gezellig, hè? Yo. Ik heb mijn chocomelkje. Benno, dankjewel. Yo, hè. Hendig aan, hè? Dit is gewoon Jappie. Hoe is het dan, Jappie? Wat doe je hier? Ik moet even wat laten aftikken voor school, man. Tuurlijk, kijk. En Job heeft de zomer een nieuwe bord van Sportclub. Heb jij geregeld toch, Job? Ja, heb jij geregeld, hè? Je hebt alles hier. Dat. Job heeft de zomer in de kop. Ja, Hans. Zo, kijk eens. Kijk daar, wat een gek. Ja, het is weer zaterdag en we gaan ontbijten voor de wedstrijd. We spelen tegen Roda Raalte. Maar kijk eens. Ik ben hartstikke lief geholpen door de dames van de kantine. Kijk, en die hebben alle brood uitgepakt. Ik had het natuurlijk gewoon in de zakken laten zitten, maar goed, ik moest het uitpakken allemaal, ja, dank je, top. Remco. Ja, kom goed. Wat doe jij nu, Kelt? Ik doe nog niks. Nog niks? Je gaat trainers ontslaan, hè? Ja. Of niet, Gerard? Ik wil beginnen bij jou. Een mooie functie voor Kelt, hè? Hij gaat trainers ontslaan vanaf nu, hè? Lekker hoor, Kelt. Gertje in de building. Hoe is het dan? Ja, goed man. Ziet er lekker uit, joh. Ja, hè? Nou, eet lekker mee. Zou ik zeggen. Nee, ik moet zo meteen zelf vlaggen. Oh, nou, dan houden we het op. Zaterdag, we spelen straks tegen Roda Raalte. Die staan 8e, 21 punten. Dan wij het nou 10e, omdat we vorige week hebben gewonnen met 15 punten. Dus als we vandaag ook winnen, sluiten we weer lekker aan. Maar eerst even ontbijten met de boys en dan komt het helemaal goed. Tjoe. Mag je al beginnen, Furkan? Nee, we mogen geen ding toch? Nee, mensen. Zo eet ik normaal niet en ik praat normaal ook niet met een volle mond. Lekker, Remco. Lekker kaas. Lekker, man. Ze zijn bijna uitgegeten allemaal. Nog een mandarijntje en wat fris drinken. Het is nou bijna 11 uur, nou ja, we spelen pas om 1:15, dus we hebben nog even de tijd voor de wedstrijdbespreking, warming up en noem maar op. Nog even lekker rustig aan met de boys. Of niet, aanvoerder? Ja, toch. Oké, dan. Lekker gegeten. Demi, hoe noemen ze je ook alweer? Dimma. Kijk, een ratje, kijk. Waar ga je vanavond heen dan, Luca? Ik ga lekker. Wat ga je doen dan? Ga je niet naar Boef? Je wordt toch Boefboy? Nee, dat is Hassan. Dat is Hassan. Ik heb Boef niet echt gezien, nou zo goed geweest. Ja, toch? Hij komt ook niet zo vaak voor jou, toch? Hij bent altijd alleen voor mij, maar echt? Ik ben nog niet voor hem. Oké. Bram gaat morgen vroeg laat, ga je opstaan? 7:15. Waarvoor? Maak zo'n stap. Helemaal gek gewoon. Nee. Helemaal gek. In de ochtend. Dan kom ik Ryan heeft gisteren gewoon 8 kilometer hard gelopen. Hij heeft ook een steekje los. Ik dacht dat hij nog een beetje normaal was, maar... Nee hoor, lekker hoor, Ryan. Je kunt merken dat het nog vroeg is. Hè? Ze zijn redelijk rustig allemaal. Normaal zijn ze aan het schreeuwen en het ouderen. Maar het is nog maar 11 uur. Volgens mij slapen deze knapen ook niet voor 2-3 uur 's nachts of zo. Dat is echt te rustig van worden, niet normaal dit. Hoe is het, jongen? Goed. Hoeveel heb je gemaakt? 7-2 gewonnen. Scoort? Nee. Hoe kan dat dan? Ja, ik ben verdediger. Ja, dus? Ja, maakt niet uit, maar...
Nou, volgende week beter. Je hebt in ieder geval gewonnen, hè? Ja. Klasse, jongen. Moet je zo voetballen? Ja. Tegen wie? Nieuw. Wat hebben jullie voor haar shirtjes aan dan? We spelen met z'n dit. Maar we spelen ook met z'n wat. Ik zal jullie dit keer niet uitknippen, hè? Nee. Is dat je basis? Nee, wissel. Wissel? Hoe kan dat dan? Altijd. Zal ik even met trainer gaan praten? Ja, doe me. Is goed, jongen. Ja, doe, ja, doe ik. Succes, hè? Kijk, en onze legende is er ook, tuurlijk. Bert-Jan Jansen. Twee weken terug was hij volgens mij in de vlog, hè? Toen vertelde ik dat Bert-Jan bij Twente voetbalde en tegen Maradona had gespeeld. Toch, Bert-Jan? Ja. Ja. Ja, ik laat me met rust. Laat me lekker genieten van het zonnetje. Oké. Okay. Ik ben geen treitenvlog, dus ik doe hem nu wel even uit, Bert-Jan. Nou, en we zitten in de kleedkamer. De wedstrijdbespreking. Het is nog vroeg, het is nog maar 11:30. We spelen om 1:15 pas, dus we hebben nog genoeg tijd. Even een wedstrijdbespreking doen. Doe maar door. Nu. Hoe is het, jongen? Klasse. Luca, wat ben je aan het schoonmaken? Dat mag in de krant, jongen. Dit is echt fucking vies, man. Netjes achtergelaten. Aanvoeren, fixen. Ja, vanavond zijn we bij Boef. Gaan we Boef voetbal challenge doen. Gaan we wat vragen stellen. En ja. Of niet, nee, Damien. Bang, bang. In de trigger kan je in het veld vinden. Ben je mijn vriend of zie je alleen? Dan, hè. Hans is heel de bel aan mijn werktijd, hè, Hans. Hey, ben je aan het werk of ben je aan het bellen de hele tijd? KPN. KPN, dit is Telford. Dit is Telford, ja, sorry, Hans. Oké. Boah, is nu lekker weer, trouwens. Dat is gewoon niet normaal, hè. Maar ik ben niet waar je heen moet, hè? Ik sta met de trainers van de tegenpartij, van Roda. Leider, vlagger, teammanager. Verzorger. Hoe staat het, boys? 4-1. Voor? Ja. Netjes. Valencio, kom op, hè. Hey. Kijk, daar komt mijn favoriet aan. Diego Armando Maradona. Mijn lievelingsspeler van Spotclub, Diego. Nog steeds wissel? Ja. Moeten we maar even naar Peppe gaan. Hey, Peppe, doe die jongen er eens in, hé. Hey. Gooi die jongen er eens in. Helemaal niet. Diego is het beste die er is. Of niet, Diego? Mag ik bij jullie voetballen? Wat voor je na jullie? Bij ons voetballen? Oh, maar dan moet je aan Peppe vragen. Hey. Diego, goeie hoor. Waarom, ben je eerstejaars, Diego? Ja, dat gaat iets te ver. Als je nog tweedejaars was, had gekund. Diego. Onthoud Diego, deze jongen, Diego. Wat gaat het vandaag worden dan? 0-3. Hey, dat zei de trainer van Emmen vorige week ook, hè? Ja, dat is goed. Nou, ooit eens een keer waar, hè? Ik zal het even aan de trainer vragen. Wat gaat het worden dan? Kijk of hij er meer verstand van heeft. Dan ga ik voor een 0-2 vandaag. Snap er ook niet veel van. 1-2, 0-2. Snap er ook niet veel van. Doen we na de wedstrijd nog een keertje? Ja, doen we na de wedstrijd ook weer. En Furkan, hij denkt dat ze met 2-1 gaan winnen, of 3-0. Okay, jammer dat ik best wist, ja, zeg maar, ja, het verschil gemaakt. Tuurlijk, kijk. Furkan denkt gelijk dat hij weer... Dat wisten wij al. Hip-hop muziek erop, hè? Waar? In de kleedkamer. Ilias op de beat. Ilias op de beat. Ilias op de fiets. Ja, dat is grappig. Ja, en ik sta hier met de scheidsrechter. Scheids, hoe is het? Ja, goed. Lekker, ja, weer. Dus ja, gaat goed. Waar kom je vandaan? Enschede. Oh, hij komt uit Enschede. Oeh, dan ben je wel voor ons toch, neem ik aan. Want we spelen tegen Roda en Raalte. Enschede en Raalte liggen niet zo, toch, scheids? Ja, nee, ik doe daar geen uitspraak over. Wat verwacht je van de wedstrijd, scheids? Ja, ik verwacht een mooie pot voetbal. Twee voetbalteams teams heb ik gehoord, dus ik ben benieuwd. En uiteindelijk verwacht je de 3 punten voor? Ja, dat weet ik Spotclub niet. Enschede. Voor de winnaar. Succes straks, man. Fijne wedstrijd. Jij ook. Oké, okay, balverlies is meteen. Vrije man zien is. Balbezit ook gebruiken als. Heel goed. Succes, Hassan. Succes, Diem. Succes, Fruka. Kom op, Bree. Kom op, jongen. Kom op. Kom op, Danny. Succes, Miek. Hey. Succes, Bram. Succes. Kom maar, Luc. Succes, jongen. Hey. Succes, jongen. Goeie pad. Hey, mooi trainingspak, John. Draai eens om dan. Mike, krijgen die jongens die straks? Ja, moet je er alleen in? Nee, kom straks wel. Ja, ja. Trainer, succes, hè. Goeie wedstrijd, man. Hey, boys, succes, hè. Hey, succes, hè. Veel plezier, man. Succes, hè. Goeie wedstrijd. Chef, hoe is het? Hey, alles goed? Ja, ja? Goed, man. Ja. Hey, boys, succes, hè. Hoeveel was de vorige wedstrijd geworden? Weet je dan nog? Ga weg, jongen. Dus we gaan nu lekker onze wedstrijd spelen. Ik hoop dat we winnen. We staan 6 punten voor ons, toch? Dus dan zie ik jullie zo. Kom, sportclub, jongens.
We moeten lekker winnen, jongens, vandaag. De vorige wedstrijd hadden ze tegen een 2-1 gewonnen, als ik het zo goed heb. We beginnen gelijk al met lange ballen, dus... Mart Tilman zegt, ja, dit is jongen toch ook. Oh ja, nummer 12 hier, die is van ons, Mart. Die nu de bal heeft, had de vorige wedstrijd tegen hun rood gekregen. Maar ja... Iedereen is perfect. Maar Zuluka. Ah, fuck stop. Gewoon sponsor, bro. Onze sponsor is Nike, of niet? Kijk dan. Oh, voor de Kova, voor de WSGD en Nike. Hey, onze nieuwe sponsor, niet trainer? Mike. Speciale QZ. Het is weer mooi geregeld van jullie, jongen. Ja, sowieso. Dankjewel, Sean. Ja. Ja, ja. Oh. Jammer. Tjus. Nee, dit is gevaarlijk. Goed, Matthijs. Heet je? Oh, jammer. Nou, doe maar, Hassan. Tuurlijk, Hassan. Jammer. Jammer, Hassan. Dad, die staat erop, Angie. Kom op. Ja, de tweede helft gaat nu beginnen. Hij staat 0-0. Hij gaat redelijk gelijk op. We hebben nog niet echt veel kansen gecreëerd, maar zijn wel iets sterker. Dus ik heb alle vertrouwen in de tweede helft. Die is nu begonnen. Nu Björn. Dus geef ik hem aan jou over, hè. Dan doen we het anders. Het is echt warm, man. Wat Tim? Alsjeblieft niet scoren. Het man. De wedstrijd is afgelopen. Nou ja, ongelooflijk maar waar. We staan met 1-0 voor in de blessuretijd met nog 1 minuut te spelen. Squad tegen partij de 1-1, of niet leider? Terecht ook. Ja, het klopt helaas voor jullie. Maar ja. Heb je het verdiend te winnen, leider? Want ik zeg het normaal elke week. Ik met pijn over wat moet ik het zeggen, maar vooruit. Jullie hebben een verdiend... Wij hadden moeten winnen, bedoel je? Ja, jullie moeten harder trainen. Ja. Maar wij hebben geen recht op een punt gehad vandaag. Zie je dat? Zelfs de tegenpartij zegt dat het geen recht gaat op een punt. Maar helaas is het niet anders. Het is zoals het is. En ik zie jullie vanavond bij Boef. Dus blijf kijken. Gaan we een paar vragen stellen. Yo mensen, inmiddels is het weer maandag. We gaan zo trainen. Ik zit nog even lekker in het zonnetje op het terras bij Sportclub. De voetbalchallenge met Boef is helaas niet doorgegaan. Nou ja, niks aan te doen, want hij moest na zijn show meteen weg, dus we konden niet met hem vloggen. Heb je de vorige vlog met hem gemist? Kijk dan even in de beschrijving. En dan kun je die vlog nog even bekijken als je het nog niet gezien hebt. Maar wat we wel hebben gezien, ik kwam Anwar Wijns tegen en Harris, rapper Harris, die een clip had gemaakt voor Coca-Cola. Dus blijf kijken en dan kun je even twee leuke stukjes met hun zien, want Anwar Wijns ging mij even vloggen voor zijn kanaal. En ik vroeg even Harris wat over voetbal, dus blijf vooral kijken. Yo, we zijn bij Routy. Nou, straks gaan we even een boef voetbal challenge doen. Maar kijk wie ik hier gewoon tegenkom. Anwar Wijs, nou ja, weet je. Anwar is echt oer voetbalvlogs. Ik wil je een paar vragen stellen. Ik zeg, Anwar, jij mag mij een paar vragen stellen. Maar dan ga ik jou gewoon even wel blijven vloggen. En ik heb een bal bij mij, maar die heb ik beneden. Hij zegt, broer, doe mij dat niet aan, ik kan niet voetballen. Ik zeg, nou, vooruit, weet je wat, die bal laten we er buiten. Op jou, kijk, dit is zijn cameraman. Doet hij het goed? En ik word nu door Anwar Wijs even gegeven. Ik sta hier met... Oeh, voetbalvlog. Broer, heel simpel vraag. Ja. Wat vind je van chicks die dezelfde schoenmaat hebben als die bij jou? Zelfde schoenmaat als die van mij? Ja. Anwar, wat moet ik daarvan vinden? Ik denk, geen waarde van. Welke maat heb je? 42. 47. 47? Ja. Dan ik hoop van haar, ze is basketballer. Zie je hoe simpel dat was? Hij doet snel wat uit, hoor. Ja, dat was het. Anwar, wat was de vraag? Chicks met dezelfde schoenmaat als die van mij. Oh ja, dezelfde schoenmaat als die van mij. Nou, dat was 42, ze heeft 42. Je kunt schoenen delen. Oké. Is goed? Maar wat zou voetbalschoenmaat dan? Dat zou normale maat 45 geven. Ik sok niet, je moet altijd een maatje meer. Wat 46? Ja, kijk, ik heb Harris naast mij. Nou, ik weet niet of jullie Harris allemaal kennen. Maar Harris heeft gewoon een reclamespotje voor Coca-Cola gemaakt. Waar hij gewoon eigenlijk miljoenen views mee, Harris. Spark up the world, turn it out of the shade. I mean, you gotta try to be the person you want to be. Like, create a plan for yourself. Who do you need? What do you want?
I think that's the best feeling in the world. Ja, dit is Aris. Man, what's up man? Je poeist in de Aris in de building. Sowieso. Hoe is het man? Ja, goed jongen, joh. Ja, rustig. Mooi, mooi. Je moet straks ook optreden, Aris. Ja, maar straks moeten we ons stage gaan we lekker knallen. Gaan we een feestje bouwen. Maar dat heb je goed geregeld met het Coca-Cola filmpje, hè? Jawel, maar ja, sowieso man. Ja, maar was schuwelijk man. We hebben veel bereik mee. Oh, mooi man. Veel meer bereik, ja. Hey, maar wij zijn hier eigenlijk, Harris, om jou even een vraag over voetbal te stellen. Oké. Jij bent rapper, ik heb daar niet zoveel verstand van. Ik weet niet of je verstand van voetbal hebt. Ja, maar dat maakt niet uit, dat gaan we zo zien. Okay. Als jij jouzelf mag vergelijken met de voetballer, welke zou dat dan zijn? Zlatan Ibrahimovic, denk ik. Zlatan? Maar ja. Zlatan is wel een hele grote, Harris. Dat weet ik, dat snap ik. En het is niet omdat ik mezelf zou willen vergelijken met hem, maar ik denk... zijn manier van doen en zo, weet je wel, dat hij heeft gewoon, ja, hoe moet ik het zeggen man, dat is misschien verkeerd gezegd, maar hij heeft gewoon scheid. Toch? Moet hem niet. Nee, maar het is gewoon zo, hij is gewoon iemand die gaat gewoon voor zijn eigen doel, hij weet wat hij wil. En ik bedoel, ik ben daar ook mee bezig, snap je. Ik probeer voor mezelf, als ik aan iets begin, om altijd van tevoren te bedenken van, wat heb ik hier aan, wat ga ik hiermee bereiken. En probeer ik zo doelen te stellen, snap je, om uiteindelijk het allerbeste uit te halen. En dat zie ik ook bij hem terug, man. Het is gewoon zo. Alles wat hij doet is op de een of andere manier toch tactisch. Toch of niet? Ik vind het heel mooi gesproken. Want voetballers, trainers, clubs moeten ook allemaal een doel hebben, een visie hebben. Snap dus Harris, ik vind het echt prima gedaan. Ja, en jouw vriend van Eet Capice de Wally? Ja, hij is hier ook. Is hij het, klopt dat? Zlatan? Okay. Ja, zeker, zeker. Okay, Pepe van Real Madrid. Maar dit was het even met Harris, Zlatan dus. Sowieso man. En straks hij is ook landgenoot van mij, dus dat is eigenlijk ook iets waar ik... Zlatan? Ja man. Dus, heel veel mensen denken dat hij Zweeds is, maar hij is gewoon Bosnisch man. Snap je? Dan weet u dat ook weer. Straks dezelfde vraag stellen we aan Boef met nog wat vragen. Yes. Hey, peace man.